Toen een miljonairskoppel weigerde hun mooie dochter te laten trouwen met de man van wie ze hield, was ze kapot. Echter, het stel besloot toen iets echt schokkends en ongelooflijks te doen. Jada was onmiskenbaar een rijk meisje. Haar rijkdom was niet alleen zichtbaar in materiële bezittingen, maar ook in de kansen en privileges die ze had tijdens haar opvoeding. Toch liet Jada's enorme rijkdom haar vaak geïsoleerd en losgekoppeld voelen van anderen. Hoewel ze toegang had tot alles waar ze ooit van kon dromen, kon Jada niet helpen maar het gevoel te hebben dat echte connecties en waar geluk vaak ontglipten in haar leven. Als tiener kon ze de aantrekkingskracht van de buitenwereld buiten de poorten van haar extravagante landgoed niet weerstaan. Ze voelde zich aangetrokken tot een diverse groep gewone tieners die bescheiden leefden, maar oprecht tevreden leken. Ze genoot van hun spontaniteit, hun vermogen om vreugde te vinden in de eenvoudigste dingen. Onder hen ontmoette Jada Jonathan, een enorm getalenteerde maar worstelende muzikant die in een bescheiden appartement woonde. Jonathan's passie voor muziek was niet alleen aanstekelijk, maar raakte ook diep bij Jada. Zijn talent op de piano was betoverend en zijn oprechte aard voegde alleen maar toe aan zijn aantrekkingskracht. Naarmate ze meer tijd met elkaar doorbrachten, bloeide hun band op en kon Jada niet helpen maar een gevoel van comfort in zijn aanwezigheid te voelen. Het was tijdens een oprecht gesprek dat ze besloot open te zijn en het verhaal van haar familie te delen. De druk die ze op haar legde om met iemand rijk te trouwen. Tot haar verbazing reageerde Jonathan met empathie en begrip, haar verzekerd dat zijn liefde voor haar onvoorwaardelijk was. Hij zag voorbij materiale bezittingen en herkende de innerlijke schoonheid die van Jada afstraalde. Deze acceptatie en steun versterkte hun band, waardoor Jada dankbaar was dat ze iemand had gevonden die echt van haar hield om wie ze was. Hun liefde bloeide ondanks de uitdagingen die ze tegenkwamen op en op een mooie dag verzamelde Jonathan de moed om op één knie te gaan en Jada ten huwelijk te vragen. Overweldigd door emoties, vulde haar hart zich met opwinding en vreugde terwijl ze reikhalzend uitkeek om het nieuws met haar ouders te delen, hopend op hun zegen. Echter, bij het onthullen van hun verloving aan David en Joanne werd de sfeer meteen gespannen. Hun gezichten werden streng en een onverwachte golf van heftige tegenstand vulde de kamer. Gedreven door een diep gewortelde perspectief, drongen haar ouders erop aan dat Jada met iemand moest trouwen die hun immense rijkdom kon blijven opbouwen en hun prestigieuze sociale status kon handhaven. Ze zagen Jonathan alleen als een arme en onwaardige muzikant, vermoedend dat er verborgen motieven waren achter zijn oprechte liefde voor hun dochter. Het leek erop dat ze geloofden dat hij van plan was Jada's geërfde fortuin te exploiteren in plaats van een leven van liefde en gezelschap te delen. Toen ze realiseerde dat hun dochter geen interesse had in een van de zonen van hun rijke vrienden, verboden ze haar zelfs om Jonathan helemaal te zien. In de hoop dat een gedwongen pauze haar tot reden zou brengen. Maar ze dreigde weg te lopen en ze moesten van tactiek veranderen. Ze stemden met tegenzin toe om haar nog wat langer met de arme muzikant te laten daten, ervan overtuigd dat ze snel genoeg zou krijgen van zijn bescheiden levensstijl. Ze moedigde haar zelfs aan om haar kleine verlovingsring aan haar vrienden te laten zien, die voorspelbaar reageerde met spot op de kunstmatige diamant waarmee hij zijn aanzoek had gedaan. Ze deden hun best om haar zich vernederd te laten voelen, maar nog steeds week Jada niet. Ze hield van Jonathan, ongeacht zijn financiële status. Toen haar ouders zich realiseerden hoe serieus ze was over de bruiloft, gaven ze haar een ultimatum. Het was of hij of zij. Kapot van de afkeuring van haar ouders, moest Jada een moeilijke beslissing nemen die uiteindelijk de koers van haar leven zou bepalen. Ondanks de immense emotionele onrust die het haar bezorgde, koos ze ervoor om de verwachtingen van haar ouders te trotseren en op te komen voor de liefde die ze had gevonden in Jonathan en zijn goedhartigheid. Met tranen in haar ogen verzamelde Jada haar moed en verklaarde dat ze zelf haar ouders zou verstoten als ze weigerden haar relatie met hem te accepteren. Een gedurfde houding die haar onwrikbare vastberadenheid om haar geluk te verdedigen toonde. Terwijl de woorden haar lippen verlieten, voelde Jada een golf van kracht en met een bezwaard hart liep ze weg van het wilderig landgoed dat haar tijdens haar bevoorrechte opvoeding had beschermd, waarmee ze effectief de banden verbrak die haar ooit aan een exclusieve wereld van welvaart bonden. De daaropvolgende jaren werden gekenmerkt door hard werken en doorzettingsvermogen. Jada volgde een carrière als accountant, terwijl Jonathan zijn passie voor muziek combineerde met een baan als chefkok. Geld was schaars, maar ze waren tevreden in hun liefde en het leven dat ze samen hadden opgebouwd. Ze leerden de kleine dingen te waarderen en de gelukzaligheid te waarderen die de rijkdom overstijgt. Het zou een leugen zijn om te zeggen dat Jada niet vaak aan haar ouders dacht. Het waren nog steeds haar moeder en vader. Ze miste hen en soms wenste dat ze met hen kon praten of hen zelfs maar kon omhelzen. Maar die gelukkige gedachten werden altijd overschaduwd door de donkere wolk van het laatste gesprek. Eindelijk, na jaren van ijverig sparen en voorzichtig budgetteren, hadden Jada en Jonathan genoeg geld verzameld om hun lang verwachte droombruiloft zorgvuldig te plannen.
Jada kon niet wachten om met de man van wie ze hield te trouwen en toch werd ze bedroefd door het feit dat haar ouders nooit de uitnodiging voor haar bruiloft zouden accepteren. Vol van empathie en een onwrikbaar verlangen om de familiale harmonie te herstellen, stelde Jonathan voor om een olijftak uit te reiken naar Jada's ouders door hen toch uit te nodigen. Jada, hoewel ze een zekere mate van bezorgdheid koesterde, was opgetogen om te weten dat hij niet boos op hen was vanwege hun bekrompenheid. En dus deed het stel iets schokkends. Ze kozen ervoor om te vergeven en te vergeten en probeerden opnieuw te beginnen. Het sturen van de trouwuitnodiging op zich had een diepe betekenis, dienend als een symbolisch gebaar dat hun oprechte verlangen naar genezing, vergeving en uiteindelijke verzoening illustreerde. De dagen gingen voorbij, maar er kwam geen reactie van David en Joanne. Jada en Jonathan verwachtten dat ze niet zouden komen, in de veronderstelling dat de kloof tussen hen te diep was om te herstellen. Ondanks de aanvankelijke teleurstelling richtten ze zich op de liefde die ze deelden en keken ze uit naar de dag dat ze elkaar man en vrouw zouden noemen. Echter, op de ochtend van de bruiloft, terwijl Jada zich gereed maakte om naar het altaar te lopen, zag ze een bekend gezicht in de menigte. Het was haar vader, vergezeld door haar huilende moeder, met een boeket van Jada's favoriete bloemen. Ze waren gekomen. Overweldigd door een mix van emoties, lichtte Jada's gezicht op van vreugde en rolde tranen van opluchting over de wangen van haar ouders. De aanwezigheid van David en Joanne op de bruiloft sprak boekdelen. Het was duidelijk dat ze spijt hadden van hun eerdere acties, diep hun dochter misten en het goed wilden maken. De afstand die tussen hen was ontstaan vervaagde op dat exacte moment. Terwijl ze elkaars handen vastpakten, overwon hun liefde voor Jada het trots dat een oordeel vertroebelde. Het was een hartverwarmend gezicht, een teken van het begin van een nieuw hoofdstuk voor hun familie, gevuld met vergeving en verzoening. Uiteindelijk realiseerden Jada's ouders zich dat het geluk van hun dochter niet verbonden was met rijkdom of sociale status. Ze hadden de kracht en veerkracht van de liefde tussen haar en Jonathan gezien en dat was genoeg om hun fouten uit het verleden te erkennen. De bescheiden levensstijl van het stel diende als herinnering dat materiële bezittingen onbeduidend waren in het licht van oprecht liefde en geluk. Terwijl Jada naar het altaar liep richting Jonathan, keken haar ouders toe met tranen van vreugde en immense trots. Ze wisten dat ware rijkdom lag in het geluk van hun dochter en ze waren dankbaar voor de kans om het van dichtbij te mogen meemaken. Jada en Jonathan wisselden geloften uit, waarbij hun liefde zich vermengde met het nieuw gevonden begrip en acceptatie van haar ouders. Vanaf die dag begonnen Jada, Jonathan, David en Joanne aan een oprecht traject om een gebroken relatie te herstellen. Naast het vieren van feestdagen samen begonnen ze ook met het creëren van nieuwe tradities die hen nog dichter bij elkaar brachten, zoals jaarlijkse familievakanties en wekelijkse spelavonden. Deze momenten lieten hen blijvende herinneringen creëren gevuld met lach, liefde en vreugde. Samen leerden ze de ware waarde van vergeving, liefde en familiale verbinding, waarbij ze de reis koesterden die hun relatie transformeerde in een onverwoestbare alliantie. Jada en Jonathan gingen door met hun bescheiden leven, waarin ze een thuis bouwden gevuld met liefde, gelach en muziek. En in die momenten van rust, omringd door geliefden, ontdekten ze dat ware rijkdom niet wordt gemeten in bankrekeningen, maar in de diepte van hun zielen. Wat vond je van dit ongelofelijke verhaal? Heb je ooit gezien dat geld families uit elkaar dreef? En hoe zou jij hebben gereageerd als je in de schoenen van Jada stond en je ouders probeerden je te weerhouden om te trouwen met de persoon van wie je echt houdt? Zoals altijd horen we graag van je, dus laat zeker je gedachten en meningen achter in de commentaarsectie hieronder.